wijze kijkers, wij zijn weer bij Veldhoven Waterfilters en Kooi Farm op bezoek in Zevenhuizen. Nu staan we wel in de finale. Nu staan we wel in die finale, was maar waar. Dat was zuur. Weer niet. Hey, maar wanneer waren wij hier voor dat event? Was dat... 31 maart. 31 maart. Ja. Dus dat is april, mei, juni. 3,5 maand later ja. Staan we hier bij de Nissai in het midden. De Tossai daar. En privé en of nee, verkoop. Verkoop. En ja, de wat grotere en exclusievere vissen. Wat is er gebeurd die afgelopen 3,5 maand? Wat heb je allemaal meegemaakt? Ja, eigenlijk best wel veel. Ja? Ik heb... twee dode vissen gehad. Twee dode? Van een klant. Ja? Dus ja, dat gebeurt ook. Ja, dat, we beginnen maar gelijk met negatieve. Ja. Dan, dus kun je met positieve afsluiten. Ja, dat hopen we. En waar kwam dat door dan? Ja. Geen idee. Ik heb ze wel bij Rob gebracht, Rob Heijmans. Ja? Ook bekend natuurlijk, gebracht om te laten onderzoeken. En die kon niks vinden. Dus, apart. Ja, nou ja. Hij zegt ook, ja kijk, weet je, het is net als, hij zegt hoeveel vissen heb je zwemmen? Ja, nou ja, over alle bakken misschien wel 700-800 vissen in de opgroei totaal. Ja. Ja, even denken, ja 600 vissen ongeveer. En ja, hij zegt ja, er gaat wel eens iets dood zonder dat je ja. weet, een hartaanval of een, ja hij zegt dat kan gewoon gebeuren. Kijk, wat je doet met groeien is topsport. Ja. En ja, dan, ja. Sommige nee, nou, goed, het is heel zuur, maar we hebben een aantal challenges lopen met andere partners. En, dan heb je het over de Japanners die vissen kwijtraken of doodgaan zonder oorzaak. En dat, kijk, al zijn het er meerdere, dus dat de uitvalspercentage groter is, dan ja. zal er naar mijn idee moeten zijn. Maar dit waren ook in twee verschillende bakken. Ja. Van dezelfde klant? Nee, niet van dezelfde klant. Nee, gewoon van... van klanten. Van klanten. Okay, alleen ja. die hebben we dan netjes terugbetaald. Alleen ik bedoel meer te zeggen van... Ja, het was ook niet een aanleiding om daar direct heel diep op in te gaan... wat dat dan geweest moest zijn. Het is gebeurd. Ja, het is niet leuk voor degene die meedeemt. Maar goed, dat is het slechte nieuws. Ja. Wat heb je nog meer meegemaakt? Behalve dode vissen? Nou, we hebben toch wel wat aanpassingen gedaan aan de bak. Ja? Ja, we hebben er veel meer zuurstof in of zuurstoflucht, beweging ja? in gecreëerd. Omdat we wel merkten dat het zuurstof... Want ik meet elke dag alles. Ja. Dus zowel de waardes van de pH, KH, maar ook van het zuurstof. En ja? ik merkte gewoon dat toen ik... Ja, de vissen groeien en je gaat natuurlijk naar een... ja, een summum, daar zitten we nu ongeveer op, ja. qua temperaturen en qua voergedrag. Ja, dat gewoon het zuurstofgehalte niet helemaal kwam op het punt waar ik wou dat het zat. Mm-hmm. Dus we hebben er extra stromingspompen in geplaatst. Dus in de bak zelf hangt nu een pomp van 50 kuub. Die staat continu aan en een pomp van 70 kuub één keer in de zoveel tijd, zeg maar. Ja. Dus die gaat dan een uur aan... Gaan die over de bodem of boven? Of? Nee, juist de een gaat van die zuigt bovenaan en die gaat onder terug. En aan de overkant gaat hij. Okay, dus het is zeg maar, hij circuleert ja, zeg maar door. Okay. En dan ja, wat extra beluchting natuurlijk. En we hebben de osmose geïnstalleerd. Want we hebben de eerste maand expres zonder osmose om ja, leven, bacterieel leven in de bak te krijgen. Ja. En dus die hebben we nu geïnstalleerd. En daarmee zijn we met de waardes naar beneden gegaan. Dus dat is ja, precies hoe we het... eigenlijk voor ogen hadden. Voor dus dat, ja. dat gaat goed. En ja, het voer wat ik wil dat er in moet, zeg maar. Of ja. wat ja, berekend op de vissen en dan via de curve wat ze zouden groeien, wat ze dan elke keer meer moeten. Dat krijg ik er nog steeds in. Ik vind eigenlijk geen tot heel weinig, ja eigenlijk bijna niet, voer in de filters, zeg maar. Naar de trommels. Ja. En, ja, goed. En je laat ze met rust. Je gaat alleen de GoPro in of je telefoon. En verder niet scheppen en dat soort dingen, hè? Nee, en ik doe dat ook expliciet. Ik loop er één keer overheen, 's ochtends en 's avonds. Dus over de vlakken en ook op een bepaald tijdstip. En je ja. ziet gewoon dat de vissen daar aan wennen. Aan wennen. Dus ze weten als ik... Ja, en dat is dan ook wel weer misschien een beetje autistisch. Maar ik ga altijd eerst die, dan die, dan die. Ja. En dan doe ik het altijd tot de derde en terug. En ze weten dat gewoon ook ja, ja. op een gegeven moment. Het is heel... Okay. Ja, dat is wel echt heel apart om te zien, zeg maar. En je voert ze Saki? Ja. Oké, okay. En welke soort is dat dan? Ja, allemaal verschillend. Want de Tossai krijgen een heel ander dieet als de, okay. De oudere vissen. Ja. En ook hele andere voerregime, dus qua tijd. Kijk, de Tossai is gewoon om de twee uur. En dat is eigenlijk gewoon ja, stampen, om het zo maar ja. te zeggen. En de oudere vissen die hebben daar helemaal geen behoefte aan.
die zie ik dat die veel meer 's nachts actief zijn met eten. Dat ze dan veel meer eten. Okay. Maar die krijgen een veel minder eiwitrijk. Maar ja, dat zijn ook vissen van 3-4 jaar oud zitten daarin. En de nissai, dat zit daar een beetje tussen. Dus die krijgen wel de nodige eiwitten. Ja. Alleen, het is niet alleen puur maar stampen, zo gezegd. En het water, hoe gedraagt dat zich? Dit is een klein beetje groen. Is dat de hele tijd groen? Of? Nou ja, ik probeer hem wel zo groen mogelijk te houden. Ja. Ten eerste omdat het gewoon ontzettend goed is voor de huidkwaliteit. Voor de huidkwaliteit. Zeker. En ten tweede ook schaduw in de bak. Want ja, dat is toch ook wel. En er zit ook een soort voeding. Ik heb toch wel het idee dat daar ook een soort voeding in zit. Dus ja, ik ben daar wel voorstander van. Alleen het is heel moeilijk, omdat je natuurlijk weer met osmose werkt. Dus dat haalt er haalt alles eruit. Klopt. Dus, de voorfilters van de osmose zijn af en toe echt gewoon, gewoon felgroen, zeg maar. Dat is gewoon echt, geeft ze wat licht. En wat zijn jouw, goed, je hebt ze nou stiekem gezien met je telefoon even een beetje onder water. Mensen die jou volgen hebben dat ook een paar In de app natuurlijk. In de app. Als je wil kan je het volgen. En in de app, daar komen wat vaker filmpjes en kan iedereen in die app? Ja, iedereen mag erin. Ja, lid van de Kooi 2000 of van een andere vereniging. Maakt niet uit. Iedereen mag daar gewoon in. Goed zo. Ook collega-dealers vind ik alleen maar leuk. Ja. Want dan, het gaat, wat ik zeg, ik altijd al gezegd, dealen, dat vind ik, ik vind dit echt heel leuk om te doen. En ik denk dat iets anders is als wat er al is, zeg maar. Ik heb niet echt een winkel, dus... Maar wat zijn jouw verwachtingen nu? Als je die Tossai Nissai, laten we zeggen, over de hele linie, een gemiddelde lengte hadden ze van... Ja, 18 centimeter de Tossai's. Waar gaan die... Want 7 september moeten we weer hier zijn. Ja, 7 september, maar dat is natuurlijk straks nog even over het event. Alleen, ik hoop ze toch wel... richting de 40, de Tossai's richting de 40 te krijgen, hoor. En er zullen er ongetwijfeld zijn die gaan op de 35, 36, 37 blijven hangen. Maar ik heb filmpjes gekeken, die zitten er ook gewoon tussen al. Die gaan er wel echt ver overheen. Ver overheen. Die gaan er, die gaan wel de richting de 45. Maar ja, dat is ook, het moet ook wel in de vis zitten natuurlijk. Zeker, uiteraard. En die Nissai, wat doen die, denk je? Ja, ik denk dat een mindere... lengtegroei zal zijn. In de zin van, dat zal niet verdubbelen zoals bijvoorbeeld bij de Tossai's. Nee. Alleen, daar moet toch wel een centimeter of 10, 12 ook wel haalbaar zijn. Maar je ziet die veel meer, zeker als ik op de beelden kijk, veel meer op body ontwikkelen. En de watertemperatuur is nu ongeveer? De Tossai zit op 25, Nissai op 23,5. En de oudere vissen, maar daar zitten eigenlijk nog weinig... Ja, er zitten twee klantvissen in. Ja. Alleen die zitten op 22. 22, 2, 3 en 25. Okay. Ja, 23,5, zeg maar even 1,5 graad verschil, zeg maar. Mooi. En gaan we het nog wel even over 7 september hebben? Ja, natuurlijk. Nee, ja, 7 september. Ik zou zeggen, vertel iedereen... Ja, het event weer, want dan hebben we alle vissen worden in die week tevoren geoogst. Dus uit alle bakken. Oeh. Dat is een klus volgens mij, of niet? Ja, maar kijk, jij had het net over Thijs. Ja. die komt een weekje helpen, gelukkig. Oh, die komt in ieder geval een paar dagen, 4-5 dagen. Me echt een klus. En we hebben hier ook nog wel wat mensen. Dus dat wordt een... Dat wordt nog wel eventjes... Laat ze het water weglopen? Nee. Ik heb... Want je gooit ze dan weer terug waarschijnlijk, een vissen. Nee, we halen ze eruit. Want de vissen die binnen zitten, die zijn tegen die tijd wat uitgeselecteerd is... of al verkocht via de veiling, die zijn dan weg. En dan doen we de vissen binnen eerst selecteren. Dus daar beginnen we de begin van de week selecteren van waar willen we mee verder, wat gaan we veilen. Nou, alles wat we willen veilen doen we in één... bak en alle andere die houden we dan apart. En als dan één bak leeg komt, gaan de vissen van die, dus dan wisselen we terug, zeg maar. Okay. Omdat de meeste zijn nu, en alles is natuurlijk getest op KFV en CFV. Ja. En we hebben van de meeste, behalve van de grote vissen, maar die hebben echt eigen bak. Die daarin geen kruis... Maar hoe ziet die dag grofstoffelijk eruit in de ochtend? Het begint om 9 uur. En dan zijn alle vissen al gevangen. En die zitten allemaal alweer net zoals op de eerste keer? We hebben eigenlijk allemaal we zijn bezig met showvats. Zoals die op de beurs of op de show zijn. Ja? En dan zitten de klantvissen zitten bij elkaar. En de vrije verkoopvissen zitten bij elkaar. Leuk. En dan hangen per jaar... Dus Tossai naar Nissai of Nissai die Sansai zijn geworden, hangen dan de voorwaarden voor eventueel de winteropgroei. Oh, dus je kunt ze nog hier laten? Als mensen dat willen, dan, want mensen die een Tossai hebben gekocht en die zeggen, dat wil ik nog een jaartje, een half jaar doen of nog een jaar doen. Want dan zou je kunnen zeggen van, joh, ik kies in september of tot maart of tot en met. Want dat is ook weer met de indeling, want als iemand kiest, zodat ik ze erin doe.
En dat ik dan niet in maart weer hoef af te vangen. Dat ik dan zeg, oké, die gaan zeker tot september volgend jaar. Dus die zijn we, dan hoef ik daar een jaar niet aan te zitten. En en wat ben je kwijt als je ze hier laat zwemmen? Nou, wij doen eigenlijk in basis. Alleen de exacte voorwaarden die zijn dan op de dag, zijn die... Want daar zijn we nog wel even over aan het kijken van wat nou verstandig is. Alleen wij stellen nu eigenlijk dat we zeggen voor de Nissais en de Sansais 35 euro. En voor de Tossais 25 euro voor een, per maand. Ja, oké. Zoals je 12 maanden een Tossai... Ja, maar dat is natuurlijk lastig. Want de Tossais worden eigenlijk allemaal Nissai Sansai. Ja, en dan de Tossais heb je eigenlijk pas weer bij het event in maart, zeg maar. Ja, dan hebben we maar we proberen ook nog te zeggen van mensen die zeggen... Ja, een jaar, dan krijg je dan weer iets korting. Omdat het dan weer minder werk is met twee keer afvangen. Want het is natuurlijk een keer afvangen en een keer bijplaatsen. Dus ja, dat is een beetje de richting qua denken. Maar die 7 september is dus ook gewoon interessant voor... Mensen die niet in maart hier zijn geweest, hè? Ja, dus want dan we hebben gewoon vrij werk op vissen. Ja, we hebben ook in de allebei de opgroei, of allebei de leeftijden, hebben we ook nog extra vissen bijgeplaatst. Die komen er ook uit en die zijn dan gewoon vrij werk. En we hebben natuurlijk de grote dames. En dat is van 60 tot 85, 90 centimeter. En daar zitten echt wel hoge kwaliteit vissen in. Ja. Wel ander prijskaartje als waarvoor deze toen gingen. Ja. Dat is ook een beetje... wat nou ja, goed, voor ieder wat wil ze in ieder geval. Zeker, dus laag en hoog geprijsd. Ik ben reuze benieuwd. Ik heb er ook eentje zwemmen daar. En de mensen thuis die hebben stiekem nu een beetje mee kunnen kijken... naar mijn GoPro-opnames van onder water. Voor zover dat het zichtbaar was met het groene water. Goed, dan heb je in ieder geval iets anders in beeld. Als mensen wel al zeker weten dat ze komen... Je bent bijna helemaal niet eens in beeld, zie ik hier. Ja, daar ben je. Alleen dat ze, of ze zich bij online kooiveilingen... Daar staat het event online. Oh ja, als aanmelden. Dat zou wel heel fijn zijn. Want dan weten we ook wel weer een beetje... Hoeveel kippen hij in huis moet halen. Ja, want we hebben natuurlijk wel weer... We hebben weer van alles te eten. het wordt wel weer feest, En we hebben deze keer droog, zonnig weer. Ik hoop het wel, dat was de vorige keer wat jammer. Maar anders zijn we daar ook wel weer beter op voorbereid. Dus dan hebben we ook wel weer... Sander doen, die kan ook iets regelen, toch? Het goede weer regelen. Ja, maar daar is hij dan niet altijd... Nee. Maar je moet hem iets geven wat hij kan ook, hè? wat hij kan doen. Ja, dat is waar. Daar gaan we even over nadenken. Iemand benut zijn kwaliteiten. Daar gaan we over nadenken. Oh ja, mooi. Oké. Nou ja, ik zeg... jij gaat ongeveer rond die tijd een nieuwe podcast starten, Sander. Dit lijkt mij een ideale plek om de Kooi-podcast op te nemen. Zo eens een keertje te zitten, ja. Ja, Egon daar zo. Ja. Nou, ik weet niet of je die trap opkomt hoor, Egon. Ja, maar we hebben net zo'n pensioneerd pallet zo zitten en dan... En Robert een paar zwembandjes geven. Ja, goed. Ja, ik zou er wel eens in willen zwemmen. Je moet de Kooi podcast maar volgen om dit te begrijpen waar we het nu allemaal over hebben gehad. Zeker de moeite waard om te doen. 7 september in de agenda schrijven. Voor de IKEA-dag. Het event in ieder geval van Veldhoven Kooi Farm. En aanmelden. En je hoeft niets te kopen. Hè? Je mag ook gewoon komen om te komen kijken. Ja, je hoeft ook geen lid te zijn van een club. Alle verenigingen mogen. Iedereen collega is welkom. Collega dealers ook hartstikke welkom. Vind ik hartstikke gezellig. Nou, dat en eten, hapje, drankje. Alleen dit is wel vis verkocht. Vis weg natuurlijk. In die zin. Ja. Kijk, niet de klant vissen. Nee. Dus, eerst komt de eerst maalt. Ja, voor sommige vissen. Voor de variëteiten wel. En we proberen wel natuurlijk zoveel mogelijk voor iedereen te hebben. Alleen het is wel... ik kan niets bewaren natuurlijk. Nee. En we zullen alvast een aantal vissen van tevoren online zetten. Ja, want je hebt ze al eerder sommige zijn al, die plaatsen we dan in de app. Okay. Dus dat is wel dan weer handig om bij Veldhoven in de Kooi-app, de opgroei-app lid te worden, zogezegd. In Tilburg zeggen we dan aan het einde houdoe. Ja, de mazzel. Is de mazzel. Tot de volgende keer, jongens. Doei.